overal zijn ze te vinden, de onmisbare vrijwilligers. En daarom mag ik vandaag voor de Nationale Vrijwilligersprijzen 65 van die fantastische vrijwilligers in het zonnetje zetten. Zij zijn genomineerd voor de Vriendenloterij Passieprijs. Ja, de Passieprijs is er om alle vrijwilligers die zo hard werken te bedanken. Ja, mensen die zich al jarenlang inzetten op allerlei manieren, heel actief zijn in de samenleving, voor bijvoorbeeld een jeugdsoos, op het sportveld, in een museum, in de natuur, in een buurt of in een verpleeghuis of op een kinderboerderij. Er is gewoon heel veel waar hard gewerkt wordt door vrijwilligers. En zonder hun inzet kunnen heel veel activiteiten gewoon niet doorgaan. Dus het is heel fijn dat er zoveel mensen dat zo graag willen doen voor een ander. Daarom dus die prijs, die Vriendenloterij Passieprijs. En nu mag ik vandaag, nu op dit moment, de winnaar bekend gaan maken. Daar gaat hij dan. De winnaar van de Vriendenloterij Passieprijs is dit jaar. Voor de allereerste keer, maar echt voor de eerste keer, niet één, niet twee vrijwilligers, maar alle genomineerden hebben gewonnen. 65 stuks, allemaal gewonnen. Van harte gefeliciteerd met die Passieprijs. Dat is toch helemaal te gek. Jullie mogen allemaal gratis naar het We Doen Het Samen Festival. Nou, daar horen jullie nog van alles over. Maar daarnaast ontvangen jullie allemaal €250. Nou, nogmaals van harte gefeliciteerd. Ga zo door en ook ontzettend bedankt voor jullie inzet en passie.